Deze... Zo, nu fikt hij goed. Ja, ja, gooi hem. Voel je dat niet? Ben je zo? Ja. Dat ding is gewoon aan het insneeuwen, man. Je bent alleen maar vier tegen mijn laatste keer. Het is een ijskoude dag rond het vriespunt. En dat was het gisteren ook. En toch hadden we een tropisch feestje. Hey, yo, what's up? Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben knijterslaat wakker geworden vandaag. Dik over ene heb ik geëdit. Het is weer een nieuwe dag. Ik ben helemaal aan het nagenieten van Roy's 26e verjaardagsfeest gisteren. Het was helemaal fantastisch. Lekker onder de mensen. Helemaal gezellig. En vandaag wordt het weer gezellig. Want ik ga zo naar mijn geboren en getogen dorp. Dat is niet helemaal waar. Getogen wel, geboren niet. Ik ben in het ziekenhuis geboren in Leiden. Maar ik dwaal alweer af. Het is zometeen gezellig bij Okke thuis met mijn neven. Dus ik ga zo gezellig langs. En ik neem staalborsteldraad, hoe je het ook wil noemen, mee. Dus ik ga hem even opfrissen. En dan is het weer tijd voor gezelligheid. Ik ben helemaal fris en fruitig. En ik ben benieuwd of dit gaat werken. Ja, de oprit is leeg. Er staat maar één wagen in de garage. En dit is nu de enige rijdbare auto op het moment. Want Mustang is weg. De Ford Focus is weg. Dat betekent dat ik geen echte daily heb. Wat ook iets anders betekent. Ik denk dat er maar eens actie ondernomen moet worden. Want 5 december, overmorgen, is mijn officiële herstelperiode voorbij van 6 weken. En misschien moeten we eens gaan kijken... Toch naar een daily, een bepaalde daily. Dit allemaal opruimen en die hiernaast parkeren. Leuke dingen voor de toekomst. Maar in ieder geval, het is super glad buiten, het is rond het vriespunt en nu moet ik met deze. Dus dat is heel rustig rijden. Het zou eigenlijk helemaal vet zijn, al gaat het ijzelen. Parkeertrein hierachter. Nou, ik weet niet of dat heel slim is, maar het is wel leuk. Oké, ik neem dit even mee en dan moet ik verzamelen in het schuurtje. Ik hoor een bekend geluid. Ik denk, gaan we stiekem jullie naar binnen gluren, maar je hebt mij al gehoord. Ik heb wat geluid. Zat hij erboven? Bo wil blaffen, ja sorry Bo. Nou, heel even dan. Eén knuffel. Eén knuffel. Ja, de hond was al in actie. Dat jullie nog energie hebben, joh. Bobo, kom. Ik ga even chillen met de niffels. Hè? Oh, zo, je gaat vast naar Wes of zo. Nee, chillen met de niffels. Oh. Maar die hond die begon heel druk te doen. Ja. En die begon keihard te plakken. Ja, Bobo, die heeft superieur gehaar. Ja, ga je vuurwerk afsteken? Nee, we gaan die staalwol in de hand steken. Dan wegmappen. Oh, jongen. Oh. Krijg een leuk effect. Hé, hey, Bob. Hoi. Hoe is het? Goed, nu al. Wat zijn dat, joh? Ja. Oh, dat zijn bloembollen. Ja, op stokkie. Oh, moet je kijken. Wat heeft u? Nou. Leuke collectie. Nou, dat is toch gewoon bizar? Heb je die gehad op de vlooienmarkt? Ik zal het maar verklappen. We hebben eindelijk een keer de wc-bovenkeer schoongemaakt. Kijk eens. Ja, Bo, jij hebt helemaal gerend de hele dag, hè? Ik zal me eerlijk zeggen, ik heb je vader zijn nagels geknipt. Ja, ja. Dus alleen van mijn linkervoet. En deze kwam van zijn grote teen af. Kijk. Ja. Die hond wil nog even opvreten. Dat ruikt lekker natuurlijk voor dat beest. Nou. Ik niks meer aan doen, zeg ik. Ik vind er wel eens één of twee een slag kleiner. Maar deze is de mooiste. Maar ze hebben een beetje last van verkoudheid, die hoesters, of niet? Want? Wat? Ja, dank u. Maar dus we zouden best wel eens een keer... Ja, maar dit is nog heel echt fijn, echt gewoon... keihard mee willen slaan. Kijk, jij snapt het. Bobo is bang voor de honkbalknuppel. Maar pak hem eens op. Nee, dat vind ik echt gewoon een misdrijf. Kijk, loopt ze gelijk weg. Bobotje, kom maar hoor. Er is niks aan de hand. Kijken. Vind je eng? Kijk, ze vindt het helemaal eng. Ik snap dat dat toch een associatie heeft met... Met een sport. Jij wilde zeggen geweld. Nou, ik ga weer. Ja, Don, veel plezier. Veel plezier vanavond, wat jullie leuk gaan doen. Veel plezier te hebben. Goed, schat. In slijks. Little pig, let me in. Voor de Walking Dead liefhebbers. Oké, we hebben dit nog nooit gedaan. We zien het allemaal online, dus we weten niet eens of het lagikoek is of niet. Ik denk dat het handig is als ik hem eerst gewoon neerleg, aansteek en dan gewoon zo er eerst op ga mappen. Kijk wat het ziet. Als... ja, als hij niet wegwaait. Zo, maat, er komt een ijzige wind op. Ja, dat komt goed hoor. Oh, ja? Ja. Nee. Dat gaat toch nooit goed? Nee, dat werkt niet. Dat kan niet goed gaan. Wat zijn het dan? De staalbol. Oh, het knalt niet. Je kan het ook tussen je spaken doen van je fietsok. Nee, het knalt niet, helaas niet. Ja, map hem is gewoon nu weg, alsof je aan het golven bent. Ja, ik wou zeggen, niet onze kant op alsjeblieft.
Nee, was geen meter natuurlijk. Nee. Ja, werkt voor... nee, het moet eerst meer vlam vatten hoor. Je moet meer hebben. Dingen zo uit elkaar trekken. Lekker op de zondagavond in -1. Hier maak je toch normaal mee schoon dingen? Het begint ook gewoon te sneeuwen, ja man. Het begint ook vol te sneeuwen. Zo, nu fikt hij goed. Ja, ja, gooi hem. Leuk. Oh, okay. Die had wel gewerkt, denk ik, als je hem had geraakt. Ja. Dit is wel voor herhaling vatbaar. Ja. Hoi. Hoi. Zo! Hoe raakt dat niet? Ja, ja. Kan ook omwisselen. Ja, 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 ja. Heel goed. Ja, wisselen. Wisselen. Ja, ik sla wel. Nou, eens even kijken of Luc hem kan mappen. Ja. Zo, daar gaat hij in de verte. Komt hij weer. Oh. Als dit alles is, ik had wel knal verwacht. Oh, oké, je gaat ze gewoon wegtrappen. Ja, zo, nou. Jij moet ze even vanaf daar zo omschoppen voor mij. Bloe, 42! Oh. Nee, dit is helemaal niks. Dit is een goeie. Dag, gast. Ja, maar zo je raakt hem nog ook. Oké, nu ga ik echt even pissen. Succes. Maar voor het hele pakket in de fik steken en dan het ene pakket gewoon wegslaan. Staat je fiets voor? Nee, achter, maar mijn band ligt eraf. Oh. Je band? Ja, ik een hele band. Nee, ik moet een band plakken. Maar dat... Hij is lek gewoon. Hij is lek. Kijk, het begint te sneeuwen, gek. Duur wel even hoor. Ik wil het hele pak. Oh, in de plastic ook. Maar dit is eigenlijk ook zonde. Want ja, er komt helemaal geen zuurstof bij ook nog, hè. Oh, dan het hele pak wegmeppen. Ja, maar maat, er komt niet... Er komt natuurlijk niks vrij. Hij kwam wel verder. Hey, wie doet even zijn tong tegen die paal dan? Zit helemaal vorst op. Nou jongens, weer een grandioos plan. Dit moet je eigenlijk tussen je spaken doen. Of je moet er een staaldraad aan het staalwol doen. En dan heel hard gaan rondslingeren. Want dan krijg je al die vonken. Maar ja, dit is natuurlijk een ingeving zomaar. En je weet hoe dat gaat. We hebben het wel naar ons zin, maar het werkt niet. Lekker wel sterretjes. Zit geen paal in. Voel je dat niet? Die klauw. Oh, bijna wel. Wat is een klauwen? Ja, dit is helemaal niks. Zullen we lekker weer terug die schuren gaan? Ja, het is sterven. Het is koud. Maar ze branden wel echt op. Twee achter elkaar, ja? Hoi! Oh, ja. Ja, kijk. Dat gaat beter. Waarschijnlijk zie je dat daar helemaal niet. Vergeet je bier niet. Ja, het kan ook geen normale zondagavond zijn zonder dit, hè. Kijk er eens. Lekker, man. Wie had dat broodje? Ja. Shawarmaha, wie had shawarmaha? Ja, Bibi. Roy, denk ik, hè. Ja, ik had kalf, man. Ik ook. We zware rit gehad. Kijk, dat is helemaal gehusteld. Lekker, man. Heb jij eraan gezeten? Ja. Heb je wel voor dan? Wij vreten hier zo vaak Turk en... En New York pizza. Moet je nou eens kijken. Ja. Het wordt ook niet opgeruimd. Dit is en een pakje peuken erbij. Kan je niet gewoon dat in het kamp vergooien? Ben je er zo van? Ja. Dan wordt misschien nog een beetje warm hier. Dat wordt er niet beter op. Nee, je wordt er echt niet beter op. En ik durf te wedden als ik één doos openmaak dat er nog allemaal stukjes in zitten. Ik denk dat er ook muizen zitten. Ja, er zitten allemaal muizenkeutels in. Pakken lak alles. Maar voor de rest zijn we hartstikke schoon. Het is gewoon volle bak aan het sneeuwen, gek. Ja. Ja, oh, dus dat jij die knuppel meeneemt was ik helemaal vergeten. Ja, wel leuk, ja, ik hoop dat het goed doorpakt. Oh, ja, okay. Kijk, film die lamp, zie je hoeveel het sneeuwt. Ja, het sneeuwt echt goed. Hard. Ja, wordt leuk met die lambo. Little pig. Bro, we moeten echt een daily gaan zoeken, maat. Ja. We moeten echt met 15 km per uur naar huis. Levensgevaarlijk in dat ding. Nou ja, het kan wel. Alleen, ja, je hebt banden eronder die sportief zijn aangelegd. Dat is het meer. Deze banden sporen allemaal bij elkaar. Dat is jouw één achterband van jou. Zo breed. Ja, dat. Oh, qua breedte? Ja, qua breedte. Oh, ja. Ja, ik snap het niet. Ja, dit wordt leuk, maat. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dat ding is gewoon aan het insneeuwen, maat. Maat, het ziet er fucking dik uit. Ja, het ziet er wel dik uit. Je die voorkant zien. Het ziet er dat te ziek uit. Ja, toch? Ja, het ziet er wel heel vet uit, ja. Ook zonder sneeuw. Dit is satisfying hoe dat op dat dak ligt. Ja, man. En dan hopen dat niet al die sneeuw naar binnen valt en die druppels. Nou, valt mee. Wat een smeerpijp. Nee. Oh! Wow. Oké. Okay. Oh
over the game, man. Oh, wat het echt. Het wordt steeds erger. Oh man, oh, dit is heel erg. Oh, oh. Maat, jij moet echt een keer je. Nee, ik ga niet. Nee, ik ga niet naar de dokter. Wow! Wow, blijf handen. Raad niet open. Blijf in het openbaar. Blijf in het tussen. God, morgen komt de detailer langs, wist je dan? Ja, echt. Die gaat morgen denken, wat hebben ze gedaan? Peuterscheid, man. Ja, 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 dan gaat die weer, hoor. Ja, maar ja, ruik dan. Ze ruikt gewoon een volgescheten luier. Ja. Ook een vijf. Niet zo vieze scheten laten dan. Oh, hij gaat ook gewoon niet weg. Nee. Stoelverwarming. Nee. Ja, zeker uit. Nee. 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 Hoezo? Ja, als je er nog in. Ik hou hem in. Nee. Ja, ik hou hem in. Geloof je echt niet, hoor. Nee, dat klopt. Fijne leugenaar. Zo, vooruitverwarming aan. Pleuris heen maken. Zo, het sneeuwt echt hard nou, hè. Wow, wat leuk. Ik hoop echt dat we morgen opstaan dat er een hele pak sneeuw ligt. Wel koud in hand, nu, hè. Nu gas geven, dan ga je driften. Nou, maat. ik ga het niet doen. Ah, ik ben wat voorzichtiger geworden. Als ik uitbreek en ik kan hem niet onder controle houden, want ik heb al gladde banden en het sneeuwt nu, dat wordt een horror scenario waar ik niet aan wil denken. Maar je wil niet even driften? Ja, ik wil het wel. Maar ik doe dat liever met droog weer eigenlijk, heb ik nu over na zitten denken. Nee. Hij ruikt niet. Oh, jawel man. Oh, zo ja. Hij komt even later. Hij is wel minder erg. Oh, minder erg. Hou je bek. Je bent alleen maar het liegen tegen met het laatste type voetbal. Nee, dat valt echt wel mee. Jemig, nee. Oké, dan is me nou gewoon op te naaien met het bal mee. De verjaardagsvlog geedit van Roy. En wat is die goed geworden, zeg. De niffo's hebben wel gevoeld. Want Okke die ligt al boven op één oor. En niet twee. Want als ze heel knap zijn, dat is mij nog nooit gelukt. En de andere niffo's die hebben het ook niet laten gemaakt. Ja, ze waren er niet allemaal bij. Maar degenen die erbij waren, die liggen allemaal lekker op bed. En ik geef ze groot gelijk. Want ze moeten natuurlijk helemaal van die toxische zooi afkomen. En ik ga wel onder lullen. Dat strooizout heb ik ook echt geprobeerd te ontwijken. Wow! Ik ben helemaal vast. Gisteravond bijvoorbeeld reed ik op de snelweg op de A4. Dat was gelukkig 4 baans. En er waren ze aan het strooien. Dus ik reed helemaal rechts. Het was niet meer tot de baan. Ben ik helemaal naar links gegaan. Eromheen en toen weer helemaal naar rechts. Weet je wel. Omdat ik zo bang voor die strooizout voor mijn auto. Dus morgen even goed afspoelen. Ik heb natuurlijk net ook weer gereden. Wel door heel veel plassen en het sneeuwde. Dus misschien dat de onderkant een beetje schoongescheurd. Ik weet niet. Maar in ieder geval morgen ook aan de onderkant afspoelen. En gelukkig is de onderkant ook dicht natuurlijk voor een groot gedeelte. Maar in ieder geval zuinig zijn. Dus morgen gaat die auto helemaal van binnen en van buiten aangepakt worden. Die van Mart ook heeft Mart weer geregeld. Een maatje van hem gaat dat doen. Die heeft dat laatst ook voor het eerst hier gedaan. En hij heeft het goed gedaan. Dus hij mag zeker terugkomen. Fucking leuk. Maar dat is allemaal morgen. Zo, lekker appeltje nog. En dan... Oh, ik laat mijn appel vallen. Kutzooi. Life is a bitch, but my bitch is life. Oké, tijd voor het dagelijks spreekwoorden momentje. Eentje die de meesten van ons wel kennen, maar het is de uitleg vooral ervan. Zich laten kisten. Je hoort mensen natuurlijk wel zeggen, laat je niet kisten. Alleen een lijk laat zich kisten. Namelijk in een doodskist stoppen om begraven te worden. Wie dat voortijdig doet, laat met zich doen. Zonder zich te verzetten. Daar komt het vandaan. En ik zat dan even met Roy te appen en die stuurde een spraakbericht van 1,54. Dat ik vroeg, zeg nou even, hoe was het feest echt? Dus toen stuurde die echt een superlang spraakbericht van 1 minuut 54, waarin hij dat uitlegde. En dat hij echt al 30 bier op had. Nou, dat is echt knap. Ik denk dat hij een van nature een te grote lever heeft of zo. Want wie de fuck kan dat aan en dan nog gewoon normaal functioneren? Ik ben echt aan het nagenieten van gisteren, jongens. Echt holy shit. Zo lekker om weer onder de mensen te zijn, niet normaal. Dus gaan we een goed gevonden bed. Ik ga lekker op één oor. Maar welk oor het is, dat zullen jullie nu niet weten. Heel erg bedankt dames en heren voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk zullen jullie er morgen weer bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Die klok loopt achter zeker daar. Die klok daar loopt achter, toch? Oh. Huh?